Nee, ik zeg niet dat je moet, dat je het allemaal moet opzij schuiven. Maar je moet nu toch, kunt er nu toch niet over de titel praten. Je hebt het niet meer in je handen. Je staat 8 punten achter op Club Brugge. Dus dat wil zeggen, met, als je er tegen wint thuis, dan haal je 3 punten in. Dan heb je er nog 5 tekort. Dus dat is veel, hè. En dat betekent dan dat jij alles zou winnen, hè. Dus in die optiek is het heel duidelijk dat je daar niet meer moet mee bezig zijn. Je moet gewoon focussen nu, zorg dat we een keer winnen. En dat zal al moeilijk genoeg zijn tegen Oostende. Want in de competitie tegen Oostende, 1-6. 5-2 op ons doos in Oostende gekregen. Dus ik denk dat dat al duidt, ook aanduiding geeft hoe moeilijk het zal zijn tegen Oostende om die match te winnen. Dat je die spelers ook gezegd hebt. Zeker en vast. Zeker en vast. Dus het is aan hen om te reageren. Hè. Het is een mooi seizoen geweest, zou ik zeggen, tot een zekere tijd. Een heel mooi seizoen, een fantastisch seizoen. Maar je kunt veel doen vergeten door heel slecht te eindigen. Hè. Dan gaat er veel verloren weer, hè, van dat mooie seizoen. En dan onthouden de mensen niet veel niet meer. Hè. En als je dan een persoonlijke trofee hebt, of een teamtrofee hebt, of een fantastisch parcours, waar dat men binnen 15 jaar nog gaat over spreken. Ja, dat is waar. Maar dit jaar gaan ze er niet meer over spreken, hè, als je niet goed eindigt. En volgend jaar ook niet meer. Hè. Want volgend jaar gaan ze zeggen, voilà, de hype is over. Dus we moeten beseffen dat het... het is niet 5 voor 12, het is al 5 na 12. Hè. We moeten echt gaan reageren, we moeten echt terug gaan winnen. Want als je ziet, in de laatste... x-aantal wedstrijden, hebben we niet veel gewonnen. Hè. De nul gehouden, 1 keer op 13 matchen de nul gehouden. Dat zijn cijfers voor de beste verdediging van België onwaardig, vind ik. Ook al zit er daar een Champions League matchje tussen. Ik vind dat onwaardig voor ons. En het hoefde ook niet. Hè. Je moet ook zien hoe we ze tegenkrijgen, hè, de goals. Dus. Heb je daar een oorzaak van? Weet je daar iets van? Nee, ja. Moest ik een oorzaak weten, dan zouden we het oplossen. Hè. Moest er een remedie voor zijn, dan lossen we het op. Maar de remedie is er niet voor het moment. Hè. Het is individueel ook. Hè. Ze moeten naar zichzelf ook kijken. Hè. Als je de goals bekijkt die we nu pakken in de play-offs ook. Ja. Dat is niet echt een team error. Hè. Dat zijn individuele fouten die je duur betaalt. En het is wel een feit, maar dat dwingt je natuurlijk ook wel af. Anderlecht en Club Brugge hebben voor het moment het geluk wel wat aan hun kant. Hè. Club Brugge 2 on-goals. Waardoor als ze 2 matchen winnen, Anderlecht. Ja, 2 keer met de hakken over de sloot. Ook een on-goal tegen Genk. En nu ja, met de hakken over de sloot in Zultenwaardingen. Maar ze hebben 6-6. En wij, die heel veel kansen hebben in de tweede helft tegen Zultenwaardingen. Hij wil er niet in. Anders als je die match wint. En nu, als je die goal niet weggeeft. En als je penalty maakt, is de match wellicht gespeeld. 1-1. En kun je 4-6 halen. En dan heb je een fantastische start. En dan zegt iedereen, hoho. Gent zou er dichtbij zijn. Dus het zit ook wel wat tegen uiteindelijk. Maar ik blijf het. Dat zijn zaken die je zelf ook een beetje afdwingt. Hè. De ploeg die de meeste overtuiging heeft, die de meeste kwaliteit brengt. Ja, het gaat niet altijd op. Hè, want zo te waren bijvoorbeeld verdiende niet van te verliezen, vond ik nu tegen Anderlecht. Maar, ze verdienen meer van te verliezen tegen ons dan tegen Anderlecht. Maar uiteindelijk, tegen ons al een punt en tegen Anderlecht al ze niks. Kan het zijn dat bepaalde spelers een paar procenten minder zijn? Dat kan niet zijn, het is zo. Is dat vooral mentaal? Combinatie? Op alle niveaus denk ik. Hè. Nu, fysiek zijn er nog altijd die heel sterk zijn. En er zijn er ook nog gelukkig die mentaal sterk zijn. Ook, maar er zijn anderen die met twijfels zitten en die minder voetballen. Die altijd maar redenen proberen te zoeken. Of noem het redenen, noem het uitvluchten. Noem het zoals je wilt. Hè. Uiteindelijk, als je er alles voor doet, op alle niveau, dan kun je niks kwalijk nemen. Maar als je er niet alles voor doet op alle niveau, ja, dan heb je het zelf gevraagd. Dat een keer wat minder gaat, dan heb je het zelf gevraagd. En dat wisten ze en daar heb ik van voor verwittigd ook. En dat is de manier waarop dat we eigenlijk van vorig jaar dit hebben opgebouwd al. En ja, dan moet ik jammer genoeg vaststellen dat er toch bepaalden zijn die daar iets lichtelijk mee omgaan. En die dan verrast worden dat het plotseling niet meer goed loopt en dat ze niet weerbaar zijn. En dan begint het te twijfelen. Hè. En dat hebben ze voor een deel zelf gezocht. Zeg iets concreet, nee, ik zag niks concreet. Opgebouwd, dan moet je namen geven, maar ze zijn mee opgebouwd, ze gaan daar licht mee op, maar
wat ligt om? We hebben vorig jaar van in het begin al, kijk, voilà. We gaan een groep samenstellen die er voor 100% wil voor gaan. Ja? En die geen excuses zoekt van, maar ik kan dat niet goed, of ik kan dat niet goed, of het is te lastig hier, of het is te moeilijk daar. Of... Nee, onvoorwaardelijk. En ze zijn uiteindelijk gegroeid naar een fase waarin ze dat zelf met plezier deden zelfs. Hè? Waar je niks meer moest vragen. Waarom? Oké, de resultaten volgden ook. Dus ze voelden van, oh, het brengt iets op. En dit jaar hebben we zelfs nog meer resultaten gehad. We hebben ook Europese resultaten gehad. En dan plotseling zijn er toch die signalen waarin dat je ziet van, oei, hier is iets veranderd. Hier is toch iets veranderd bij bepaalden. En dat heb je in verschillende signalen. Dat heb je ik kan niet zeggen wat, maar wij hebben die vastgesteld. En oké, dan geef je dat door aan je groep. En dan zeg je van, kijk jongens, dit is geen verrassing. Hè? Dit zijn zaken die je niet kan maken als je echt wilt blijven gaan voor die prijzen. Het is eigenlijk hetgeen wat ik hem verwittigd heb bij het begin van het seizoen. Omdat we een titel hadden gehaald en dat het risico er was dat er wat gelatenheid, wat voldaanheid insloop. En dat het allemaal wat minder ging gaan, heb ik redelijk zwaar dan al duidelijk gemaakt van, we gaan er keihard tegenaan. Wie niet meegaat, die valt af. En dat hebben ze allemaal goed gesnapt. Alleen, ja, uw seizoen is weer goed, je pakt het weer mee, je haalt weer resultaten. En dan plotseling, ja, op het moment dat je de hele gouden gala domineert, is er precies maar één ploeg niet meer in België, waar iedereen zegt, het is een machine, unstoppable. Je klopt na de gouden schoen, Anderlecht, Standaard, Club Brugge. En iedereen zegt, wow, los, tweede titel gaan ze halen. En blijkbaar is dat bij sommigen niet goed overgekomen. En zijn er bij ons toch een paar die gedacht hebben van, ja, we zijn er al, hè. Maar we waren er nog niet, hè. Ze doen hetzelfde niet meer voor. Dat komt ook neer. Niet allemaal. Niet allemaal. Er zijn er nog altijd, hè. Je hebt er altijd in. Maar je weet, de sterkte van ons was ook ons collectief. Hè? Nu, dat is ook de sterkte van andere ploegen gebleken. Hè? Club Brugge, wat is de sterkte van Club Brugge nu? Niet meer 1-1-1. Dat is het collectief nu. Hè? Iedereen doet nu. Vroeger waren het er 6, 7 die hard werkten. Nu alle 11. Atletico Madrid, waarom kunnen ze Barcelona kloppen? Niet omdat ze meer kwaliteit hebben. Hè? Alle 11 doen ze wat ze moeten doen. Keihard, tot het uiterste. Die gaan ervoor en die blijven ervoor gaan. En dat was ons sterkte. Wij waren daar in de primeur, uiteindelijk. En jammer genoeg is dat nu een beetje veranderd. En dan voelde onmiddellijk dat je puur op kwaliteit het verschil niet kunt maken. Hè. Als niet iedereen mee in dat verhaal gaat, dan is die kwaliteit die je hebt niet voldoende om het verschil te maken in België. Thomas Fouquet zei een paar weken geleden tegen mij van vorig jaar in Toppers was het voornaamste punt vooral dat we er moesten leren in geloven dat het kon. Nu weten we dat het kan. We moeten wel beseffen dat we nog altijd die 100 of 110% ervoor moeten gaan opdat het zou lukken. En dat is eerder een probleem. Dat is één van de zaken. Dat is één van de zaken. Want het geloof, dat is niet meer het probleem. Hè? Maar dat wordt weer het probleem. Hè? Ja? Als plotseling je resultaten wegvallen, dan zien ze beginnen twijfelen. Hè? Diegene die dat is eigenlijk de bevestiging van vorig jaar. Hè? Vorig jaar was dat geloof niet sterk genoeg. We hebben dat erin gekregen. Maar dat weten ook, als het minder gaat, dat dat heel snel weer gaat weg zijn. Hè? Omdat als ze zelf niet zo sterk zijn om er zelf in te geloven, en je moet het eigenlijk altijd maar aanbrengen, dan weten dat bij het minste dat het begint tegen te zitten, dat ze ook weer gaan beginnen twijfelen. En dat is nu ook het geval. Hè? Is dat omkeerbaar? Dat is altijd omkeerbaar. Maar je hebt sterke persoonlijkheden die daar heel makkelijk mee omgaan en die blijven geloven. En je hebt dan de andere jongens en daar is dat heel wisselvallig. Hè? Dat is snel omkeerbaar positief, maar nog veel sneller omkeerbaar negatief weer. Je kunt veel sneller weer gaan twijfelen. Om het weer terug positief te krijgen is altijd meer werk dan van het kwijt te zijn weer. Hè. Een stuk makkelijker om het kwijt te zijn. Eén slechte match is voor sommigen al voldoende om helemaal terug te gaan twijfelen. Hè. En om het terug daar te krijgen, ik vind, maar ik ben een andere figuur. Hè. Ik ben altijd overtuigd van mijn eigen. Dus bij mij is dat er heel snel terug. Als ik een slechte match speel, ben ik direct klaar om te zeggen, hey, maar nu een keer de volgende match, gaan we het hier wel laten zien. Hè. Maar niet iedereen is zo. Hè. Mensen hebben andere psychologische profielen. En ja, bij sommigen is dat moeilijker. Oh nee, ja. Praten en praten. Ja, nu en dan moeten keuzes maken, moeten wissels doen. Hè. Want je kunt geduld hebben, maar we zitten in een fase waarin dat geduld
geduld speelt niet meer mee. Hè. Als je in play-off 1 zit, kun je geen geduld hebben. Hè. Ik kan u zeggen, oh, we gaan 4 weken geduld hebben. Ja, en dan gaan we 2 keer verliezen en 2 keer gelijk spelen. Dan is het al over. Hè. Dan al uw geduld. Jij kunt in de competitie kun je wat geduld hebben. Maar een keer dat je aan play-off 1 staat, is het money time. Hè. En als het money time is, is er geen geduld niet meer. Hè. Dan moet je staan. Hè. En daarom moet je dan keuzes maken. Het kan keren. Maar daarvoor moet je winnen. Daarom dat ik ook gezegd heb, dat is het begin, de eerste vraag van de titel. En zeven. Ik heb gezegd, laat ons niet meer spreken van een titel. Laat ons eerst een keer proberen een match te winnen. En dat is de enige remedie. Dat is de enige remedie. Je kunt psychologisch aan babbelen, wij zijn aan babbelen. Wij proberen dingen uit op training, wij proberen hen te begeleiden. Maar er is maar één remedie om rapper dat gevoel terug te krijgen, dat is winnen. Dat is de enige remedie. Ik weet al natuurlijk nu over Oostende spreken enzovoort, maar na Brugge waren er een aantal spelers, Milicevic, Boussoufa, die al spraken over de 2 thuiswedstrijden. Ja, dat heb ik hen ook gezegd. 6-6. Dat heb ik hen ook gezegd. Ik heb gezegd, ja, ik heb dat gelezen, ik heb dat van verschillende mensen gelezen, niet alleen spelers. Ik heb gezegd, ja, al goed en wel, hè. Maar met de rekenen naar de toekomst, daar gaan we niet meer vooruit. Hè. 6-6, dat is allemaal schoon en wel, maar als je niet wint tegen Oostende. Je hebt 1-6 gehaald tegen Oostende in de competitie. Niet vergeten, de resultaten die we nu halen, zijn in serie dramatisch. Hè? Want in de competitie hebben we meestal al punten gehaald van allemaal, samen met Anderlecht. En nu hebben wij een draw gedaan thuis tegen Zotoare, wat we in de competitie ook gedaan hebben. En we hebben verloren in Club Brugge, wat we in de competitie ook gedaan hebben. En we hebben zelfs tegen Oostende thuis een draw gedaan. Als we dat nu doen, zitten we eigenlijk op schema. Maar het is ook een dynamische... Alleen moeten we dan 6-6 halen tegen Genk. Ja, dus als je rekenend verder rekent, dan moet je 4-6 halen tegen Anderlecht. Ja, dan moet de Club Brugge zeker winnen thuis om hetzelfde aantal punten te halen. Maar de vraag is, gaat hetzelfde aantal punten voldoende zijn? Nee, want Club Brugge, als zij, Club Brugge ook hetzelfde aantal punten gehaald nu al dan in de competitie. Hè. Ze hebben het nog niet beter gedaan. Hè. Ze hadden in de competitie ook 6-6 in die 2 matchen. Hè. Dus, maar het is gewoon winnen bij ons. Moest het nu zijn dat wij voor de play-offs 6 keer op rij hadden gewonnen, dat ging ik daar niet zo mee bezig geweest zijn. Maar dat hebben we ook niet gedaan. Hè. We hebben sedert februari, moet ik rekenen, hè, sedert eind van transfer, hoeveel keer dat we nog gewonnen hebben. 2-0, 11 matchen, 2-7, 8 matchen. Daarom dat ik zeg, van we rekenen niet veel meer. We gaan match per match bekijken, we gaan proberen van punten te pakken. Een 3 punten pakken tegen Oostende zou wel een ongelooflijk succes zijn. Geloof mij. Ik heb eens opgezocht voor Laurent Poitre. Van alle... diepe spitsen, echte spitsen, spitsen in play-off 1 van alle ploegen, heeft hij de meeste matchen, de meeste minuten gespeeld. Nummer 2 is Okaka, als je het uitrekt, minuten gedeeld door 90, 4 minder, Leijen 6 minder, Labi Vossen 9 of 10 minder. Matchen. Matchen, hè? Ja. Dus ja. Dat is ongelooflijk veel. Hè. Kan hij niet, want hij is de man die alles kan, zeiden we vorig seizoen. Maar het is ook fysiek de sterkste van alle die je genoemd hebt. Maar alles heeft zijn limieten natuurlijk. Uiteraard. Zit hij daar in de buurt van die limieten van mentaal-fysiek? Nee. Waarom denk je? Hij is ook even oud geweest nu. Hè? Nu, onlangs is hij ook een paar weken oud geweest. De laatste match heeft hij niet gespeeld en de stage wat apart gewerkt. Ja, oké. Maar ja, heeft nu een rustperiode gekregen. Dus eigenlijk, ik denk dat hem ook in zijn hoofd en zeker fysiek, dat hij capabel is om probleemloos de match van de play-off 1 op niveau te spelen. Probleemloos. Om ondersteuning te maken, want ik zie, je moet kaatsen afleggen, maar je moet ook iemand rond u hebben, voldoende mensen rond u. Je moet ook voldoende voorzetten. Het heeft met veel factoren te maken. Het heeft vooral met zijn eigen te maken, dat is duidelijk. Maar het heeft ook met anderen te maken. Als je geen volk hebt die rond hem functioneert, dan is het ook voor Laurent heel moeilijk. Dan staat hij op een eiland. Hè. Als je mensen hebt die hoog spelen, die daar rondlopen, die infiltreren rond hem, die trekken verdedigers mee, die maken meer vrijheid, die creëren meer vrijheid voor Laurent ook. Dus als dat niet gebeurt, als wij te veel mensen in de bal zien spelen, ja, dan maakt het voor Laurent alleen maar moeilijker. Hè. Dan staat hij altijd 1-2. Want ze moeten niemand afstoppen die komt infiltreren of die er ook hoog zit. En dat is ook een probleem dat we ook aangekaart hebben. Dus, Maar het is niet dat je nu zegt met de cijfers, met sommige buitenwereld, van rust, hij zou rust moeten hebben, hij zit op zijn tandvlees. Dat is niet wat jij... Hij heeft derde meest gelopen van mijn ploeg op Club Brugge. En heeft, mensen zeggen, hij heeft geen bal geraakt. Hij heeft derde meest gelopen van mijn ploeg. De spits, hè. Saïf meest, Neto 2, de Poitre 3. Dus dat doet het niet als je fysiek niet in orde bent. Hè. Dan kun je dat niet. Er is geen reden om te twijfelen nu aan zijn
parat. Jawel, er zijn redenen. Ja. Zijn match was niet goed. Hè. Veel te veel balverlies geleden ook. De keuzes die hij maakte waren ook niet goed. Dus ja, oké. Okay, ja. Dat ligt aan Laurent ook. Hè. Dat ligt ook aan hem. Hè. Het is niet gemakkelijk. Als hij niet veel ruimte heeft, heeft hij het moeilijk. Ja, dat is duidelijk. Dus ja, dan moet hij het simpel houden en sneller spelen ook. Maar ik zeg ja, ik vond zijn match in C niet goed. Maar ook niet dramatisch. Ik vind dat hij goed gewerkt heeft, veel voor de ploeg gewerkt heeft ook. Alleen hebben we hem veel te veel op een eiland laten voetballen, had hij veel meer steun moeten krijgen. En zegt hij, jongens, moeilijk hebben, dat is niet hetzelfde doen als in het begin van het seizoen. Maakt dat voor u de keuze moeilijker voor morgen? Want door hen uit de ploeg te zetten, krijgen ze nog meer kwijt te zijn? Of... Dat is altijd een moeilijke keuze. En vooral omdat je nu, uiteindelijk, keuzes maken is altijd gemakkelijk. Hè? Dat is eigenlijk altijd gemakkelijk. Het is niet plezant, ik kan het zo zeggen. En zeker niet plezant om jongens eruit te zetten die al zoveel resultaten hebben behaald. Samen. Want samen zoveel resultaten is niet gemakkelijk om die jongens een keer aan de kant te zetten. Maar keuzes zijn makkelijk. Ja, dat is een feit. Hè? Maar keuzes zijn gemakkelijk te maken. Hè? Kijk naar hun niveau. Hè? Niveau dat je ziet in de matchen, niveau dat je ziet op trainingen. Ja, dan wordt de keuze rap gemaakt. Heel makkelijk. Ik heb nog nooit een trainer geweest die een speler die top bezig is, dat hij die niet in de ploeg zet. Nog nooit. Die bestaan niet. Soms heb je echt een keer een limietkeuze tussen twee. Dat je zegt, ze zijn alle twee redelijk bezig. Maar moet je wel. Maar eigenlijk, wie top bezig is, je hebt er nooit geen elf die top zijn. Nooit. Zelden. Dus meestal heb je er zes. Dat je zegt, ja, zeven, dat moet je niet over twijfelen, die zijn top. En wel, die gaan altijd spelen. Altijd. Al moet je een keer een verplaatsen om hem te laten, maar die gaan altijd spelen. Altijd. Maar als je niet speelt, dan kan, en dat is denk ik, het kan een dubbel effect hebben. Je kunt zeggen van Vertonghen, of je kunt ook nog benadrukken van, ja, ben ik goed bezig, speel zelfs niet. Die speler die dan s'avonds thuis komt, die komt met een ander gevoel thuis waarschijnlijk. Dan dat... Ah, dat is een feit, hè. Ja. Maar dat moet je bij Oostakker gaan spelen, hè. Ja. Ja, dan moet je niet, bij de topploeg gaan spelen. Hè. Dan moet je bij Oostakker, met alle respect voor Oostakker. Hè, want toffe gemeente, veel toffe mensen in Oostakker. Maar dat is hetgeen dat ik bedoel. Hè. Als je daar niet kunt mee omgaan, dat als het een keer wat minder loopt, dat je niet speelt en dat je niet kunt reageren op training, ja, dan moet je niet zeker niet bij een topploeg gaan spelen. Hè. Maar zie je dat? Ah, sommigen hebben het daar moeilijk mee, dat is een feit. Sommigen hebben het er moeilijker mee dan anderen. Maar meestal gaan ze daar wel goed mee om. Maar op het moment dat dat de overhand neemt en dat je echt zegt van wow, ja, dan is... Als je nu op de bank zit, dan is het niet zelfs als thuis tegen Leuveniker op de bank moeten. Dat is juist hetzelfde. Nee, want dit zijn de grote matchen. Ja, oké. Je moet maar zorgen dat je klaar zit, hè, voor die grote match. Als je klaar zit, als je op niveau zit, ja, dan ga je die grote matchen spelen. Hè. Dat is duidelijk. En als je dan juist een minder vormmoment hebt, een dipje hebt, en, ja, dan moet je vooral een keer vragen stellen, eerst bij jezelf. Een keer in de spiegel kijken en een keer zeggen van, heb ik eigenlijk wel alles voor gedaan? Hetgeen dat ik daar juist kom te zeggen. Of heb ik het op bepaalde niveaus wat gemakkelijker aangepakt en niet meer zo strikt? En als ze heel eerlijk zijn, dan gaan ze wel allemaal een antwoord hebben voor hun eigen. Zeg maar zeker. Nu, een beste regime, dat kan een keer gebeuren. Hè. Maar dat voelde ook hè, als speler. Je geeft dat niet graag toe, maar je voelt dat ook wel, hè, dat je wat minder bent. En je moet vooral correct zijn met je eigen. En niet tegen de ene gaan vertellen van, voel mij niet echt goed. En dan, als je ziet dat je niet in de ploeg zit, zeggen van, ja, nee, dat kan toch niet, ik zit niet in de ploeg. Maar ja, je zit bezig met twee talen te spreken. Hè. En dat kan niet. Hè. Er is één taal. Hè. En als je niet echt goed voelt, dan moet je ook correct zijn ten opzichte van uw ploeg, van uw club, van uw medespelers en zeggen, ja, ik weet het, ik ben niet perfect bezig en ik voel me niet zo goed. Maar oké, ik ga eraan werken en misschien... Ik heb me al zo dikwijls gezegd, play-offs is 2 maanden. Hè. Dat is 2 maanden, dat is niet 2 wedstrijden. Hè. Dat is 2 maanden. Dus als jij een dipje hebt in het begin... We hebben vorig jaar 4 matchen, een half gespeeld met Laurent de Poitre. Maar dat waren nog ver van de titel. Hè. Ver van de titel. Hè. En dan kwetst hij hem, wordt hij nog een keer geschorst, en plus... En we hebben de rest gedaan zonder Laurent de Poitre. Gelukkig dat er mannen waren die klaar waren. Hè? Want die hebben ons mede de titel bezorgd. Hè? Ah. En ik heb vorig jaar Rafinha. Die heeft veel matchen gespeeld hè? In de play-offs. Veel, hè?
We hebben kampioen gespeeld met Rafinha. Dat gaat niet, niet graag horen, maar... Ik heb te zien aan de punt. Vijf. Terecht. Ja. Ik heb anderen gezien die op zijn minst even terecht vijf van verdient, maar die er mee krijgen. Heb je dat gezien? Waren daar? Maar ik heb gezien dat ze gescoord hebben, maar ik heb niet. Ah, je hebt de doelpunten niet gezien. Zijn dat mensen? Want ik heb bijvoorbeeld ook de wedstrijd op, die heb ik wel gezien. De wedstrijd op Lierse. En dan zag ik inderdaad een aantal dingen dat ik dacht, ja, als die mensen nadien niet bij de selectie zijn, ik kan dat begrijpen. Maar dat was niet goed, hè, Elise? Hey? Nee. Nee. Dat was niet goed. Ja. Nu, je moet altijd de norm. Ja, dit was beter. Dit was beter. Er hebben vijf jongens meegespeeld met de beloften. Ik ben mis voor zeker zes. Twee, drie, vier, ja, zes. Khalifa en Jiju hebben elk 1,5 gespeeld. Hebben elkaar afgewisseld in punt. Dat was zo afgesproken. En de andere jongens hebben 19 minuten gespeeld. En er was een heel goede mentaliteit. Dus ze hebben allemaal een keihard ingezet. Hard gewerkt. Het was niet allemaal gelukkig, het was niet allemaal hoog niveau. Er waren bij momenten waren er echt top flitsmomenten, topmomenten. Er waren bepaalde spelers die iets beter waren dan anderen ook. Maar dat is hetgeen dat ik wil zien. Dus ik wil vijf gasten zien, die zes gasten die zich geven en die proberen ja, iets te laten zien. Met volle overgave, keihard werken. Dus daar was ik tevreden over. En dat er dan een keer een paar jongens wat minder hebben gespeeld, dat kan gebeuren. En dat zal dan wel invloed hebben op de eerste keuze misschien die ik maak. Maar oké, naar de toekomst toe gaat het niveau ook wel beter worden. Als ze die mentaliteit aanhouden, gaat het niveau beter worden en gaan ze er misschien ook bij komen. En gaan ze ook een keer een kans weer krijgen. En dat is hetgeen dat ik gezien heb. En oké, het was offensief vond ik het wel goed. Gustav, vooral tweede helft, vond ik heel sterk.